Ja, de vraag is, waar heeft u nou het meest van genoten tijdens uw vakantie? Samen met mijn dochter lekker in Arsen bij de thermaalbaden. Zijn we 3 dagjes geweest en lekker gegeten, lekker gebadderd, ontspannend. Tijdens mijn vakantie hebben we het huis opgeknapt en daar heb ik het meest van genoten, want dan zie je resultaat. En Wijchen is veel mooier als een ander plaatsje. Maar dan kom je weer terug in Wijchen. En dan kom ik weer terug in Wijchen en dan komt onze hond naar mij toe gerend, een pup van 6 maanden. En dan helemaal leuk, helemaal gezellig. Nou, mijn dochter is voor de eerste keer de Vierdaagse gelopen en dat was echt net 12 jaar, dus super goed. En ja, hartstikke vervelend weer, hartstikke warm en regen en ze heeft gewoon uitgelopen met haar vriendin. Dus dat was echt het super mooiste wat ik meegemaakt heb in mijn vakantie. De zon, de warm weer. En waar was je? Ik was in Scheveningen. Ik ben niet op vakantie geweest, maar ik ben gewoon dagjes weg geweest met vrienden en gewoon leuk in de stad geweest. Ja, ik ook met vrienden en ben ik ook op vakantie geweest met vriendinnen, dus dat was wel gezellig. Waar was je geweest? Naar Renesse. En dan kom je weer terug in Wijchen en dan? En dan kwam ik terug en ik zag weer de zon. Dus jij was blij? Heel blij en ik word nog vrolijker van. Wat is nou het leukste wat u tijdens uw vakantie heeft meegemaakt? Nou, voor mij was dit jaar een hele leuke vakantie. Een beetje anders als andere jaren. Maar het was zeker gezellig. Maar het leukste was nog dat wij vanuit Calamajor op Mallorca gingen we naar de Grotten van Drag, Druipsteengrotten. We waren op tijd daar, we waren om 2 uur daar, kaartjes gekocht. We denken van, nou, laten we maar op tijd gaan. En we keken achter ons, nou, ik denk 400 man achter ons. Toen gingen de poortjes los en iedereen mocht door. En toen kwamen ze bij ons en toen zeiden ze, ho, stop. Toen bleek dat we kaartjes hadden gekocht voor 4 uur. Dus we waren 2 uur te vroeg. Dus hebben we daar nog even op het terrasje gezeten. Maar dat was het leukste wat ik nog wel mee. Met de hele vakantie was leuk. En daar wil ik Jolanda nog even voor bedanken. Super, geweldig. En dan komt hij terug in Wijchen. En wat dan? En dan geniet je nog even na van het is niet een super zomer, maar toch nog wel prachtig weer. En kijk eventjes over de markt heen. Geweldig. Dank u.